Welkom bij weer een nieuw weekvlog. Ja, de herfst is begonnen en ja, dit is een vlog met een lachende traan. Ik kan me even gaan sausmullen. Wat sausmullen, ja. Mijn huisje leeg en morgen sleutel inleveren. Emotioneel. Oh, wat mooi. Kijk eens de achterkant. Zie je, ik papa en mama. Deze zijn veel groter. De herfst is begonnen, wil ik maar zeggen. Ik heb al lange tijd in mijn hoofd om te gaan fietsen. Maar ik had een lekke band, die moest weer gemaakt worden. Die ging weer lek, ja, gedoe. Hij is geplakt, hij doet het. Nou, niet geplakt, ik heb er een nieuwe band op gelegd. Maar nu wilde ik dus gaan fietsen vandaag. En ja, de afgelopen dagen was het natuurlijk prachtig weer. En eigenlijk op het moment dat ik mijn fietspak aantrek, begint het te regenen. Maar goed, dat moet me niet tegenhouden. Dus een mooi rondje over het Dordtse eiland. Geeft dat zoveel energie, lekker je wind in de kop. Nee, kop in de wind. Langs het water. Banaan. Voldoende water. Dus ja, om te gaan. Toch even geweest. Maar niet heel lekker. Maar goed. De herfst is begonnen, wil ik maar zeggen. Dekentje. Ze heeft vanochtend lekker gespeeld bij op het peuterhuis. Dat is nog lekker moe. Ja. Oh, maar ze heeft al lekker geslapen, maar ze is nog even lekker bij me liggen. Ja, er belde net iemand aan, hè? Ja, de buurvrouw. En die kwam met een hele mooie bos bloemen. Echt zo lief. Gewoon om even een... Ja, hoe zeg je dat? Hart om de riem. Zei ze, ja. Ja, het is dat is echt super lief. Wil het van mijn nek, denk je? Nou, het zonnetje schijnt weer. Na een flinke regenbui. Dus we gaan nog even lekker naar buiten. Hey, wat gaan we doen? We gaan steppen. Althans, Filou gaat steppen. Nou, ik kan echt merken dat het herfst is, want het is super stil in de stad. Lekker rustig ook wel, maar ook wel een beetje ongezellig. Het is altijd wel leuk als er een beetje levendigheid is. Maar ja, het is ook echt wel zo'n dramaandag. Regen, wind, een beetje grijs. Gelukkig af en toe de zon. Maar en plassen, dat is wel heel erg leuk. Moeten we dat nou doen? Oh ja, nog een keer erdoor. Ga jij er nou wat van zeggen? Nee, nee. Ze heeft groot gelijk. Dat is ook leuk. Wauw. Dat is ook leuk. Dat is hele grote sprong. Nou hè. Dat is hele grote. Hè? Dat is hele grote. Deze is al veel groter. Gaan we niet naar buiten? En nu zit daar mijn water bij in mijn schoen. Nee, toch. En nog een zoeken. Ah, nog een. Nou, het is wel weer vroeg. Het was 5:30. Ik heb nog even geslapen tot 6:15. Maar nu is er weer voldoende energie voor de hele dag. Papa! Ja. Nou, eerst even koffie hoor.
Ja, ik vind dat wel erg lekker. Elke ochtend gewoon even rustig koffie zetten. We hebben zo'n koffiemakertje, zo'n Bialetti. Heerlijk. Ja. En die altijd helpen, hè, met koffie maken. Wauw. Kijk, een auto. Nou, het zit er allemaal in. Allemaal boekjes, hè. Ja. En dat zijn allemaal tijdschriften waar we ooit een keer ingestaan hebben. Hier opzij en in de ouders van nu. En in eigen land. Dat is van Columbus. Ja, dat zie je. Ja, dat zijn allemaal de magazines en de kranten, artikelen. Die had Anne de moeder bewaard allemaal in dat kistje. Dus superleuk. Er staan al de verhalen eigenlijk in van de afgelopen jaren van ons. En die hebben we nu ook trouwens op onze website gezet. Als je gaat naar dutchnomadkoppel.com en dan in de media, dan kan je alle artikelen lezen. En ja, het is gewoon leuk om terug te kijken. Dus dat kistje hebben we hier neergezet. Gewoon mooi om af en toe even doorheen te bladeren. We zijn onderweg om het fotoboek op te halen. Het is klaar. Dat hebben we een aantal weken geleden gemaakt bij CW besteld. En we kregen nu een berichtje dat het onderweg is en afgeleverd is. Sterker nog, ze wilden het vanochtend bij ons afleveren, maar toen waren we niet thuis. Ja, locatie onafhankelijk, hè, dan heb je dat. Maar goed, het is afgeleverd bij een PostNL afleverpunt. Dus daar gaan we zo naartoe. Maar ja, als je dan het gele autootje ziet, dan moeten we eerst even een stukje rijden natuurlijk. Waar ben je heen gegaan? Naar oma en opa. Naar oma en opa. En waar wonen die dan? In Veenendaal. In Veenendaal. Ja, in Veenendaal inderdaad. Ja. Zo. Zo. Klaar? Opa, opa. Ja. Ik wil eventjes in de kinderwagen zitten. Kan dat niet dan? Nee. Waarom niet? Omdat die zo in de weg zit, dan kan ik niet op. Wel een grote doos inderdaad. Om laten zien. Kan je die tillen? Ben jij zo sterk als je hem kan tillen? Oeh, hij is zwaar. Zo. Wat een grote doos, zeg. Zo, kijk wat erin zit. Dan zul je dat thuis doen? Kom mee, we gaan rustig plekje zoeken. Gaan we rustig plekje zoeken? Dat is een goed idee. Nou, het boek is inderdaad aangekomen. Het is nog een flinke doos. Die gaan we zo thuis even uitpakken. 1, 2, ja! Nog een keer heel hard. Ja! Nog een keer heel hard. Zo, Pion, wat goed! Kan je nog een stukje? Oh, dat is zwaar, hè? Wat voor smaak heb jij? Pistjes. Oh, ik zie het wel. Is die lekker? Hij is heel groot. Nou, zeker een groot ijsje, zeg. Wil je ook een lepeltje voor mij pakken? Ja, natuurlijk wil ik ook een lepeltje voor jou pakken. Ga ik zo even doen. Even vertellen dat we eigenlijk elke middag wel even een ijsje halen. Nou ja, om de dag misschien. Hier bij La Venezia. Het is de oudste ijssalon van Dordrecht. Althans, dat staat zo in de boeken. Dus dat zal er zijn. En ze zijn inderdaad yummy, hè, de ijsjes. Echt Italiaans roomijs of schepijs. Erg lekker. Dus ook al is de herfst begonnen, ik denk dat we toch zo lang mogelijk elke middag een ijsje gaan halen, hè, Filou? Ja, dat dacht ik ook. En nu wil jij een lepeltje, hè? Ja. Oké, ga ik dat halen. Let jij dan op mijn ijsje? Ik
Ja, dat is dan jij dik op jouw uit. Een lepeltje, een ijsje. Waar kom ik op veel ijsjes? En lekker? Ja, hè? Een ijsje hier. Dat is zo koud in mijn keeltje. En we gaan nog bladeren zoeken. Nee, morgen ga je naar het peuterhuis. En neem ze een mandje mee met fruit en blaadjes, want de herfst is begonnen. Het is een beetje een feest, hè? Maar het is nog niet herfst, hoor. Nee, is het nog niet herfst? Nee. Waarom niet? Om nog niet feest is. Is het nu winter? Nee. Lente? Nee. Wat dan? Gewoon niks. Oh, gewoon niks? Oh, dat is ook wel lekker. Gewoon lekker niks. Heerlijk. Wat heb je daar? Heel mooie piaatjes. Ah, wat voor kleuren hebben die? Heel veel kleuren. Die mag ook hier onder. En aaien waaien. Oh, dat heb je mooi uitgezocht, zeg. Zo, hé. Mikkels, moeten we even opkiepen. Nou, ik kan ze wel pakken zo. Pakken, ja. Pakken ze wel even. Deze hadden we vanochtend ook gezocht, hè. En dan gaan we hier een mandje van maken. Maar hij valt te weg. En deze mag je schilderen. Maar hij mag je dat doen. Ja, dat mag jij doen. Mama, mag ik weer hem openmaken? Ja, dat gaan we gelijk doen. En dan mag je deze gaan schilderen. Dat is jouw mandje. Dan komt hier nog een hengseltje aan. Oké. Ja? Deze ga ik zo schilderen. Ga je die zo schilderen? Ja. Wat is dat dan? Ja, een bakje. Wat voor kleur ga je het bakje schilderen? En rood. Mooi hoor. Ach, ik ga heel veel kleuren erin doen. Heel veel. Heel veel. Dit meisje kleuren. Heel veel kleuren. Oh, leuk. Afvegen. Oh, prachtig. Ja, dat wordt zeker mooi. Ja. Ik ga mij schilderen. Oh, dan ga je jezelf schilderen. Ja. Ik ga ook jou schilderen. Oh. Daar zie ik op de verven. Een lichtje aan. Laatste spullen. Ik zal even wat licht maken. Het is somber. Het is ook echt een sombere dag. Het regent. Maar goed, laatste spullen. Dan is het huisje leeg en dan morgen sleutel inleveren. Emotioneel. Laatste mooie kastjes en spulletjes. Ja. En we hebben ervoor gekozen om het naar het Leger des Heils te brengen. Want ja, dan komt het echt altijd op een goede plek terecht bij mensen die ineens een woning nodig hebben of iets dergelijks. En dat geeft ook alweer een goed gevoel. Ja. Dus ja, maar het is wel waardeloos weer ervoor. Of toepasselijk weer, net hoe je bekijkt, maar het is in ieder geval druiverig. Ja, dat is het kastje. Nou, naar het Leger des Heils. Het is gelukkig weer droog. Ja. Het stuk denk ik tegen het tapijt, hè? Oh! Nou. Ja, hij is dicht. Ja, professionele verhuizer inmiddels, maar niet eens. Hij is wel dicht. Hij is dicht. Nou, dan gaan we. Zo. Zo is het. Gelukkig wel, wij zijn zeiknat, maar het is buiten droog, dus dat is... Ik werd super enthousiast op gereageerd. Oh, wat mooi, mooi. Dus ja, het komt helemaal goed terecht. Ja, de tafel wordt gebruikt om alle kerst... Ja,
gewoon kerstspullen op te zetten. Ook wel iets voor je moeder, die ja, is ook wel van dat soort dingen. Ja, het gezellig maken. Dus nee, het komt helemaal goed terecht. Terwijl de koffie net lekker pruttelde en klaar is, en dus ingeschonken kan worden, zag ik een prachtig mooie lucht buiten. Schitterende zonsopkomst, althans van wat we er kunnen zien. Mooie goudgele of mooie roze wolkjes. Dus dat begint al goed. Hallo! Hallo Filou, goedemorgen. Heb je lekker geslapen, liefie? Ja. Ja. Om een doekje te spelen. Oh, oké. Okay. Wie is er ziek dan? Joep. Oh, wat heeft ze? Koorts. Haar hart is niet goed. Oh jee. Nee. Dat heb ik gesteld. Weet je wel? Nee hoor. Even dit. Haar hart is goed hoor. Wat heb je net besteld? Appelsap. En wat heb je er nog bij? Heb je er nog een gebakje bij? En de appeltaart heb ik erbij. Papa, jij wil... Jij ook toch? Ja, ik lust ook wel een hapje. Jij mag ook met jou een volgende keer. Oh, geen maar. Kom maar, we gaan saus smullen. Wat saus smullen, ja. Oh. Oh, lekker vloer. Nou, dat was zeker samen smullen en vallen. Is dit de lekkerste appeltaart van Dordrecht? Ja! Ja, hè? Dat vind ik ook wel. Iets verderop zit nummer 38. Die hebben ook echt goede appeltaart. Maar deze, ja, ik vind hem toch echt wel in de top. Nou, ik denk dat het de beste appeltaart van Dordrecht inderdaad is. Met echte slagroom nog. Beetje vers geklopt. Yummy inderdaad. Dus ben je een keer in Dordrecht, ga zeker hier bij Francis langs. Op de Nieuwstraat. Goede cappuccino en dus een lekkere appeltaart. En Francis bakt alles zelf. Ze heeft een klein keukentje, maar maakt van alles zelf. En lekker appelsap heeft ze. Dus echt een aanrader. Nou, we staan op best een bijzonder plekje, want daar aan die kant, dat is het huisje waar van Andermoeder, wat we dus deze week hebben opgeruimd en afgesloten en Ander sleutel heeft ingeleverd. En direct daar tegenover zit Rutte. Rutte is echt een Dordts begrip. Misschien ken je het wel, het is van de likeurtjes en de jenever. Ik vind het wel een mooi moment om deze week in ieder geval een Rutte te drinken. Niet alleen omdat Andermoeder dat heerlijk vond, maar wij zelf ook. Dus het is de King's Orange. Dus die gaan we straks maar eens even proberen. Maar ik vind het een mooie manier om deze week even af te sluiten. Een lekker borreltje. Maar dan wel echt een lekker borreltje. Dus, Een speeltuin. Speeltuin? Ja, zwanen. Daar is zwanen, papa. Ja. We gaan naar de speeltuin. Nou, nog even lekker schommelen. En dan lopen we even terug de stad in. Naar huis. Papa, even stoppen. Moeten we even stoppen? Hoppa! Zo. Deze hier. Sorry, ik ga. Gelukkig hebben we vanochtend al lekker een koffietje met appelsap en appeltaart buiten gehad. Alleen nu even een stortbaardje naar binnen. En even afdrogen. En Filou lekker slapen. Vind jij het ook vies, Filou? Ja. Ja, hè? Maar jij zit wel lekker droog. Dat is het juiste woord ervoor. Nou, het hoekje om. En dan zijn we thuis. Kijk, daar ons appartement daarboven. Nou, inmiddels weer een beetje opgedroogd. Filou ligt lekker te slapen. En een lekker soepje. Harira soep, harara. Marokkaanse soep. Die hadden we nog over, dus die even warm maken. En een lekkere tosti van vers maïsbrood. Dus dat wordt even lekker lunchen zo meteen.
Ziet heel florissant uit. Nee, maar je had ook best wel een pittig mooie, ja. Maar ook mooi. Nee, ochtend. Vandaag was mooi. Gisteren was pittig. Gisteren heb ik afscheid genomen. Het is echt van het aardse, zeg maar, waar je dan ja, iets tastbare dingen, al haar spulletjes, een hele tijdreis. Wat we de afgelopen tijd gemaakt hebben, zeg maar. Alles wat je tegenkomt, heb je herinneringen aan. Het lijkt allemaal maar zo kort geleden. Besef dat het leven zo kort is. Ja, dat is wel. Dat is dan wel. En het gemis natuurlijk van mama. Dus ja, dat was gisteren wel even moeilijk. Maar vandaag op een hele mooie manier het afgesloten. Het huisje is leeg, schoon. En we hebben het ingeleverd, de sleutel. De zon kwam door. Het was gewoon heel fijn. Het is mooi om het nu af te sluiten. En dan merk ik ook dat er ruimte komt voor ja, het verder bewandelen van deze nog onbekende weg. Ik weet dat het gewoon heel veel ook gaat brengen. Ondanks het gemis en het verlies van het verlies. Maar ze is er. En ze zorgt voor ons. En ja, dat de zon doorkwam en dat ik mijn tante tegenkwam onderweg naar het huisje vanuit hier. De zus van mijn moeder. Dat was ook echt, dat is geen toeval. En ja, het was gewoon een magische ochtend. Mooi. Mooi. Fijn. Ja. En nou, dit huis. Ja, een beetje opruimen. Ja. Ja, dat komt. Ja. Zo, lekker flesje van Rutte meegenomen. Zo is het. Keurtje. Een keurtje waar mijn moeder ook heel erg van hield. Tijd voor het liqueurtje. Lekker. Ik denk dat ik er misschien wel. Nee, neem maar één. Nou, wie weet nog twee. Je hebt twee kleine glaasjes. Ja, zo is het. Glaasjes van mijn moeder, echt heel leuk. Gewoon om het leven te vieren. Ja, het is een heel zacht liqueurtje met een lekkere sinaasappelsmaakje eraan. Maar niet overheersend. Cheers. Om het leven te vieren. Heerlijk. Ja, lekker. Oh. Als vanuit. Heerlijk, ja. Worden er twee. Het is net als met de mezcal, een soort tequila, maar dan nog lekkerder in Mexico. Had je een mezcal bar, daar gingen we wel eens heen. En dan zeiden ze ook van, behandel je mezcal zoals je wil dat de mezcal jou behandelt. Maar dat geldt met dit ook. Lekker nippen. Wil je meer zien van onze Mexico ervaringen? Bekijk die video, ja. Simmer. Volgende video nemen we jullie mee naar de Kinderdijk. Het was een prachtige zonnige dag en het was echt een geweldige beleving. Absoluut. Dus dat is de volgende video. Dus voor nu. Volg je droom. Geniet van je dag. En tot volgende week. Doeg! Doeg.